Dit is Trudo FM. Trudo FM. Een gouden ouwe van de Dinky Toys. Wel, Joris, momenteel zijn er andere toys in de studio, hè? Ja, zo is dat, Tim. Bij mij vandaag enkele finalistes van de Miss Walsberger-verkiezing. Goedenavond en welkom hier bij Trudo FM. Stel jullie zelf eens even kort voor. Mijn naam is Isabel van Roelen. Ik ben 22 jaar en ik woon in Zuid-Leeuw. En jij? Mijn naam is Febe Abiels. Ik woon in Zuid-Leeuw en ik ben 20 jaar oud. Ik ben Sheila Lux, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Antwerpen. Ja, je woont in Antwerpen, hoor ik net. Dat is een heel eindje. Zodanig ga ik zeker aan jou vragen waarom je voor deze verkiezing hebt gekozen. Maar eerst even een beetje over jullie karakter. Welk zijn zo jullie meest positieve karaktereigenschappen? Mijn positieve karakter is eigenlijk, ik ben heel sociaal en ook heel vriendelijk. Dus ik denk wel dat dat wel ook een pluspunt is. En je hebt ook al wat ervaring in het missenwereldje? Ja, dat is nu mijn derde misverkiezing waar ik nu meedoe. Ik heb over 2 jaar meegedaan aan Miss Fruit Belgium. En daar over 3 jaar heb ik dan meegedaan over Miss STVV. Ja, en jij, Isabel? Ja, ik heb ook meegedaan aan Miss Fruit Belgium vorig jaar. En mijn positief-negatieve kantje? Positief kantje, ik ben sociaal, lief, eerlijk en negatief. Ja, ik ben een stressgrip soms, maar dat is iedereen wel, denk ik. Ja, en dan hebben we nog Sheila. Sheila, welke is jouw meest positieve karaktereigenschap? Ik ben behulpzaam, vind ik van mezelf. En mijn negatief puntje, ik ben koppig. Ja, al die dames zijn koppig. Jij ook, Febe? Ben jij ook koppig? Nee, nooit. Nee, Febe is niet koppig. Wat is jouw negatieve kantje dan? Of heb jij er geen? Misschien één puntje. Misschien stressbestendig. Maar eigenlijk is dat al heel goed gevorderd. Dus kan het en hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je daaraan gewerkt? Dat is eigenlijk door mijn leerkracht gekomen. Door een ademhalingstechniek te doen. En ik moet zeggen, dat helpt wel heel goed. Ah, wel vanaf. Zo komen we nog iets meer te weten. Jullie hebben zich ingeschreven voor de Miss Walsberger-verkiezing. Ik wil met jou beginnen, Sheila. Waarom heb jij je daarvoor ingeschreven? Je bent van Antwerpen. Je hebt gekozen voor een verkiezing in het hartje van het mooie Limburg. Waarom precies? Wel, ik ken Kim Delmo kende ik al vooraf. En ze had mij eigenlijk aangeraden om dan mee te doen. En ik sta ook heel graag voor de lens. Ik doe graag zo van die dingen en ik ben een bezige bij. Dus. En de afstand van Antwerpen naar Sint-Ruiden-Linter, is dat niet te ver? Lukt dat? Dat is geen probleem, mijn mama rijdt graag. Ah, voilà, de mama die is er ook bij. Dank je wel daarvoor, mama. En jij, Febe, waarom heb jij gekozen voor deze verkiezing? Het is nu je derde verkiezing. Dat is eigenlijk ook... Weet je wat Sheila eigenlijk zegt, ook dankzij Kendall Mott, want als zij het me niet gevraagd had, dan wist ik eigenlijk nog niet van die verkiezing. Maar ook, het is een heel andere misverkiezing wat ik al gedaan heb. Het is ook heel leerrijk ook en het is wel ook zeer interessant om te doen. Ja, ik hoor hier 2 dames die door Kendall Mott zijn aangebracht. Kim, ik ga ze nu niet zelf aan het woord laten, maar ze heeft jullie toch niet te hard onder druk gezet, hoop ik? Nee. En jij, Isabel, je hebt ook gekozen om deel te nemen aan deze Miss Walsberger-verkiezing. Ja, dat waarom? Klopt. Waarom? Ik wil heel graag professioneel model worden. En ja, vorig jaar heb ik ook meegedaan aan Miss Fruit. En ik wil dit jaar hetzelfde doen. Dus ik hoop dat dat via deze weg lukt. Ja, die Miss Fruit heeft je toch wel een boost gegeven. Je bent in heel wat weekbladen terechtgekomen. Ja, dat klopt. Ik heb zelfs in de story gestaan. Dat was voor mij een hele ervaring. Wel een leuke ervaring, maar heel veel persaandacht. Het was wel even schrikken, omdat ik dat niet gewoon was. Maar het is zeer leuk om te doen. Dus ik hoop via deze weg dat nog altijd even leuk blijft. Voilà, ik hoop het ook voor jou. Hoe groot schatten jullie je eigen kansen? En waar willen jullie eindigen? Zijn jullie daar nu al mee bezig? Wel, voor mij maakt het niet echt uit. Ik doe het vooral voor de fun. Maar als ik zou willen, als ik zou winnen of ik zou in de top 3 geraken, dan zou het toch wel een fijne ervaring voor mij zijn. Ja, jij zou in de top 3 willen geraken. Heb je al eerder deelgenomen aan andere misverkiezingen? Ja, ik heb eerder deelgenomen aan Young Miss Fashion. Vandaar ken ik ook Kim Delmo. En ik vond het ook heel fijn. Ik ben toen eerste runner-up geworden. En sindsdien doe ik veel van die opdrachten. En jij, Febe? Oh ja, eigenlijk voor mij maakt het niet uit. Ik ken het alle meisjes dan allemaal 1 voor 1. Sympathieke, lieve en mooie meisjes natuurlijk. Dus we zien wel waar het ons brengt. Ja, jullie zullen hopelijk als winnares uit de bus komen. Hoe zou je dan een meerwaarde kunnen betekenen voor deze Miss Walsberger-verkiezing, Isabel? Wel, ik zou het bier promoten en ik zou alle stunts uithalen om de mensen aan te lokken om het bier te proeven, want het is zeer lekker bier dus. Jij zou een beetje avontuurlijk uit de hoek komen misschien? Ja, zeker wel. Al over nagedacht? Al over nagedacht, maar nog geen concrete ideeën. Ja, en jij, Febe? Goh. Ja, ik heb het eigenlijk al aan iedereen gevraagd of ze het bier Walsberger kennen, maar uiteindelijk kennen ze het niet.
Ik zelf ook niet, maar ik zou het dan wel ombrengen in de omstreken van Sint-Truiden. En die kanten, dat ze ook wel weten, dat is goed bier. En... Jij zou het bier ten volle promoten. En jij, Sheila, jij bent dan van Antwerpen? Ja, bij mij kennen ze het niet, dus de Walsberger bier. Dus ik zou ook wel proberen dat te promoten, het bier. Ik vind het zelf ook heel lekker. Ik heb het ook al geproefd. Dus ik ben nu geen alcoholfreak, dus... Maar ik drink het wel graag, ja. Ja, en hoe oud ben je precies? 16. Ja, is ook nog jou, hè? Ja. We gaan het er even verder over hebben, over dat bier. Hebben jullie het allemaal alle drie kunnen proeven? En wat vinden jullie ervan eigenlijk? Ik heb het zelf al geproefd, ja. Op de dag zelf dat, dat de finalisten gekozen werden. En ja, ik vond het wel heel lekker, dus. En jij, Febe? Nee, ik ga eerlijk zeggen, ik ben geen drinker, dus ik zou ook niet weten hoe het smaakt. Dus. Maar ze zeggen wel dat het wel straf bier is, dus. Straf bier voor een straffe dame, dat moet kunnen? Ja, waarom niet? En jij, Isabel, wat vind ja, jij van bier? Ik vind het zeer lekker bier. Zeker dat trippel vind ik heel lekker. Dus ja, waarom niet? Onlangs, enkele dagen geleden, was het bierverhaal ook een beetje in de media. Want ze willen het, de leeftijd verhogen naar 18 jaar. Jij zou wel helemaal uit de boot vallen. Wat vinden jullie daarvan? Jullie zijn zelf nog jeugd. Kan iemand van 16 jaar, mag die drinken? Wat is jouw mening daarover? Wel, ik vind dat het in mate moet gebeuren. Ik vind nu niet dat je vijf of zes pintjes achter elkaar moet gaan drinken. Maar ik vind wel dat één glas toegestaan is. Dus. Als je iets gaat drinken na het school of in het weekend, weet ik wanneer. En heb je het zelf al ervaren dat ze jouw leeftijd vragen? Of gebeurt het effectief niet? Ja, ik ben wel eens één keer naar een vijf geweest. En daar was de gezondheidsdienst aanwezig. En daar hebben ze me wel tegengehouden. Maar heb je er ook al aan gezondigd bier gedronken, zonder dat het eigenlijk mocht, zonder dat je 16 was? Nee. En de mama is erbij, die kijkt heel strak toe. En jij, Febe, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed, want ja, als je soms naar vijven gaat, je ziet ook die jonge gasten die drinken, dan zijn die echt zo zat en die weten eigenlijk niet meer wat ze doen. Dus ik vind het eigenlijk wel goed dat ze dat zeggen van... Onder die leeftijd niet, dus. Zou je zelf op iemand afstappen die te veel aan het drinken is om te zeggen van, hey, stop hiermee? Goh, ja. Als ik die persoon misschien ken wel, maar als ik die persoon niet ken, dan niet, ja. En wat vind jij ervan, Isabel? Ik vind het zeker oké, die wet, dat ze gaan doen. Maar ik vind wel, als je 16 bent en je ouders zijn erbij, ja, als je dan iets drinkt, dat is nog altijd geen ramp. Maar natuurlijk, zoals Fieben ook zegt, op de vijven, ja, dan vind ik het een heel goede regeling eigenlijk. Dus 18 jaar ja. En de controles nog een beetje verscherpen, of vinden ze al streng genoeg? Ze mogen zo blijven, ze mogen iets strenger misschien, voor ja, de 16-jarigen dan. Maar ik vind ze goed zoals ze zijn eigenlijk. Wel, drie jonge dames met een wijze beslissing en wijze woorden. We gaan ze zo dadelijk verder aan het woord laten en dan gaan we het hebben over onder andere de activiteiten en de show, want dat is natuurlijk ook belangrijk, de finale en de verkiezing. Blijf zeker bij ons zo dadelijk het tweede gedeelte met het interview van de dames van Miss Walsberger. Dennis Ferrer en hey Joris, wat staat er allemaal naast je? Wel, naast mij staan de drie finalistes van de Miss Walsberger verkiezing. Isabel, Sheila en Febe. Welkom nog eens in het tweede gedeelte van dit interview. Dames, ik heb onlangs heel mooie foto's gezien van jullie samen met het bier, de Walsberger. Hoe is deze shoot voor jullie verlopen? Ja, deze shoot is vrij goed verlopen. Het was zeer leuk om te doen, het bier promoten. En ja, natuurlijk, de fotoshoot was heel leuk. En hoe is het voor jou meegevallen, Sheila? Ik vond het ook heel leuk. Ik had dan ook al wel wat ervaring, dus ja, het ging vrij makkelijk voor mij. Ja, hoe heb je die ervaring precies kunnen gebruiken? Ja, door Young Miss Fashion dan. Heb ik sindsdien ook wel heel veel fotografen die mij gecontacteerd hebben. En die ervaring heb ik dan kunnen opdoen tijdens de shoot door het bier omhoog te gooien, te drinken, zo van die dingen. En jij, Febe? Wel, ja, het is wat deze twee dames natuurlijk zeggen. Het was een heel zeer leuke shoot. Ja, ik heb niet echt ervaring, maar ik heb ook al meegedaan aan een aantal misverkiezingen waar ik ook al op de fotoshoot moet gaan. En de foto's wat ik gezien heb, zijn toch al zeer mooi en zeer geslaagd. Dus. Ja, je hebt wat ervaring met misverkiezingen, je hebt ervaring met modellenwerk, jij ook misverkiezingen en modellenwerk. Welke dingen nemen jullie daaruit mee voor deze verkiezing? Het enthousiasme, denk ik. En ja, elke verkiezing heeft zijn eigenschap. En denk van elke dingen dat je meedoet, ga je allemaal samen gebruiken om het beste te maken van de finale natuurlijk.
En jij dan, Sheila, en vooral met het modellenwerk? Ja, bij mij vooral ook het zelfvertrouwen ook. En de positie, hoe dat je moet staan. Gewoon eigenlijk alles telt in een verkiezing. Kan je een model worden of word je geboren als model? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat een model al geboren is, dat soms wel bestaat, maar ik denk dat je ook een model kunt worden. Dus als je je inzet voor dingen, denk ik wel dat je er kunt komen. En welke persoonlijke act gaan jullie doen tijdens de finale? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, ik ga dus doen mijn dans. Dat is echt het fijnste en het leukste wat ik doe. Dus ik heb ook gedanst in een dansschool. En ik heb er zelf al de muziek voor en mijn choreografie. Ja, en jij, Sheila? Ja, ik ga ook dansen. Ik dans zelf ook in een professionele dansschool, genaamd Are You Famous. Dus ik ga ook een danspresentatie neerzetten. En jij, Isabel, wat jij dan? Wel, ik ga ook een dans presenteren. Ik ga modern en duikdans samenvoegen in één dans. Ik heb geen ervaring met dansen, maar ik ga gewoon fun doen en met plezier maken. Een beetje avontuurlijk, zoals we in het eerste gedeelte ook al hadden gehoord. Uit welke andere delen bestaat de show? We hebben het even gehad over jullie persoonlijke act. Wat gaan jullie nog doen? Je hebt een openingsdans, je hebt een avonddefilé, je hebt sportkledij en je hebt je talent. Ja, en er wordt ook nog een vraag gesteld op het podium zelf. En naar welk gedeelte kijken jullie het meeste uit, Febe? Ik kijk wel het meeste uit naar de avondkledij. Ik vind dat zo elegant en mooi en dat is wel heel fijn om te doen. Ja, en jullie? Ik kijk uit naar de personal act, omdat je dan je eigen kunt tonen en even in de kijker staat. En jij, Isabel? Wel, ik denk, ja, heel de finale vind ik al spannend genoeg. Ik denk, ja, de talent is voor mij ook een hele ervaring, omdat ik dan alleen op het podium sta, dus ik denk dat ik daar wel het meeste naar uitkijk. Ja, ik mis een beetje een bikini-defilé in jullie hele verhaal. Was dat voor jullie ook een vereiste om hieraan kunnen mee te doen, of maakt het jullie eigenlijk helemaal niks uit? Het maakt mij niks uit. Ik vind het wel eens fijn dat het geen vleeskeuring is. Ja, kort en bondig. En jij, Sheila? Voor mij maakt het ook eigenlijk niet uit. Ik toon graag mezelf. Maar ja, nu ook weer niet naakt natuurlijk. Bikini is niet naakt, hè? Nee. En jij, Femme? Ja, voor mij blijft hetzelfde gelijk. Want bij Miss Frude Belgium was er een bikini defilé. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat gedaan had. Maar dat was eigenlijk niet zo erg, dus. Het is snel voorbij natuurlijk. Voor welke deelte zijn jullie het meest zenuwachtig? Waar kijken jullie een beetje tegenop? Zo in het hele verhaal, in de hele show? Wel, de danslessen, het dansje zelf, ga ik heel veel moeten oefenen. Maar dat komt wel in orde, maar daar heb ik wel wat stress voor. Ja, en jij, Sheila? Ik heb vooral stress voor de vraag die op het podium gesteld wordt, omdat ik bang ben om te falen. Het zal wel meevallen, zeker. Ik hoop het. Ik ga volkomen mee met Sheila, dus die vraag, dat is echt zo het stressmoment. Dus ja, je zit er alleen en als je dan niet weet wat je moet antwoorden, dat is zo een afgangetje. Ik zal u een tip geven, gewoon iets uit je broek slaan. Dat lukt ook al. Jullie zijn nu hier voor promotie. Fijn dat jullie hier zijn trouwens. Welke activiteiten doen jullie nog zoal met de kandidaten of met de finalistes? Er is nog een catwalk training en dan de danslesjes natuurlijk. Er is ook nog een candy shoot die we gaan doen, dus dat is ook nog wel leuk. Ja, leg me dat eens even uit, een candy shoot. Ja, candy, om te verduidelijken, snoep. Dus we gaan dan vooral kleuren gebruiken, denk ik. En ja, snoep in de kijker zetten. Wel, als jullie nog een grote snoeper zoeken, ik ben er eens. En zijn er nog dingen die jullie gaan doen? Want jullie zijn wel heel actief bezig. Ja, natuurlijk. We gaan natuurlijk ook nog niet alleen die activiteiten, maar ook krijgen we nog de kaartenverkoop. Dus de mensen kunnen nog kaarten bij ons kopen. Dat is 10 euro aan de kassa en 7 euro bij ons. En dan natuurlijk in de zaal ook nog de tombola. Dus iedereen wint wel iets. Wel fijn om te horen natuurlijk. Ja, wie is jullie grote voorbeeld in de mistenwereld? Wil ik ook wel weten. Naar wie kijken jullie op? Wie zijn schoenen zouden jullie wel eens willen staan? Ja, voor mij is dat Goedele Liekes. Ik vind dat een fantastische vrouw. En dat is voor mij een groot voorbeeld. Ja, en ze zet zich ook in voor het goede doel. Wat inderdaad ook natuurlijk wel belangrijk is. En jij, Sheila? Voor mij Annelies Torres. Ze is dit jaar Miss België geworden. En ze heeft ook nog een vrij jonge leeftijd. En ik vind voor haar dat ze op die leeftijd al veel bereikt heeft. Zou je zelf ook willen Miss België worden? Ik zou het heel graag willen, maar mentale houden mij tegen. Misschien een beetje bijoefenen. Komt ja, ik doe mijn best. Kan wel in orde komen. En jij, Febe? Goh, voor mij is dat dus een Verenigde Kok. Waarom? Ze is een heel schone dame. Ze heeft uitstraling. Ze is een heel vriendelijke en heel sociale. Dus. Ja, en ik heb haar ooit mogen interviewen. En ze maakt ook wel indruk, moet ik eerlijk zeggen.
Stel dat jullie de kans krijgen om door te groeien, om echt een plaats te krijgen in het modellencircuit, om een of andere reden. Maar jullie moeten de job of de studie waarmee je nu bezig bent opgeven. Welke keuze zouden jullie dan maken? Zouden jullie daarvoor gaan? Nou, ik zou mijn job nooit niet opgeven. Dat is natuurlijk mijn broodwinning. Maar ja, als ik toch de kans krijg om model te worden, echt professioneel, ja, als ik er iets kan aan verdienen, dan misschien wel, anders niet. En jij, Sheila? Als ik bijvoorbeeld nu de kans zou krijgen, dan zou ik die niet aannemen omdat ik eerst mijn diploma wil halen. Want stel nu dat het toch in de toekomst zou mislopen, dan sta ik, als ik het lelijk mag zeggen, op straat. Dus als ik dan bijvoorbeeld 20 ben of zo, dan zou het wel voor mij een aanvaarding zijn. En jij, Febe? Ja, waar nu? Ja, ik ben bijna afgestudeerd, dus ik zou zeggen, laat maar komen. Wel, we hebben hier één die er helemaal klaar voor is. Ja, wat ook belangrijk is natuurlijk de verkiezing zelf. Waar en wanneer is die verkiezing? Het is in Oxmaal-Lintig. Op 21 augustus. Zo is dat. En ja, nog een aantal weken hebben jullie al zenuwen, dames? Ik totaal nog niet eigenlijk. Die komen waarschijnlijk 2 minuten voordat de finale begint. Ja, en hoe probeer je dat onder controle te krijgen, die zenuwen? Ik zou het niet weten. Het hangt van mijn lichaam af, denk ik. En jij, Febe, ga jij zenuwen hebben? Nee, maar al de goede tips. Ik zal alle meisjes wel die ademhalingstechniek wel voordoen. Dat komt allemaal dingen in orde. Voilà, dat gaat helemaal in orde komen. Een laatste vraagje die ik jullie wil stellen. Zijn jullie allemaal te volgen via Facebook trouwens? Ja. Ja, ik ben te volgen via Facebook. Mijn naam is Van Goele Isabel, dus al wie mij wilt volgen, volg maar. Voilà, en aanvaarden jullie iedereen? Ja, ik aanvaard iedereen. Jij, Sheila, heb jij ook een Facebook? Ja, ik heb een modelpagina en ik heb een eigen privépagina. Dus ik zou zeggen, ga naar model Sheila Lux en like de pagina. En Febe? Ja, natuurlijk. Ik heb ook een Facebookpagina, dat is Febe Abiels. Dus. En kunnen ze via die weg ook kaarten bij jullie verkrijgen? Ja, dat gaat. Dus zeker en vast in het oog houden. Een laatste vraag die ik wil stellen. Welke reden of hoe proberen jullie je vrienden te overtuigen om naar de finale te komen kijken? Wat zeg jij? Voor jou moeten ze van Antwerpen komen, vermoed ik. Wat zeg jij? Ik wil met jou beginnen. Wat zeg jij tegen jouw vrienden over deze verkiezing? Ik zeg gewoon, het is een kans die niet iedereen krijgt. Het is iets dat niet iedereen doet. Dus allee, kom gewoon kijken. Allee, ja. Het gebeurt niet alledaags. En jij, Febe? Ja, ik zou zeggen, ja. Kom allemaal zien. Het is weer een heel nieuw bier wat ze nu voorgeschoteld gaan krijgen. Ik zou zeggen, kom het proeven. En dan weet ze ook uiteindelijk hoe het smaakt. Voilà. En jij, Isabel? Ja, natuurlijk. Al mijn vrienden die komen voor mij supporteren. Maar ook, ja, ze willen het bier natuurlijk ook proeven. Ze zijn allemaal benieuwd van hoe het smaakt. En dat is de ideale gelegenheid. Wel, ik hoor hier twee dingen. Naast het bier zijn de dames ook wel belangrijk en de moeite waard om daar te komen kijken. Ik dank jullie alvast voor dit interview en ik wens jullie heel veel succes op 21 augustus. Isabel van Roelen, Sheila Lux en Febe Abiels, zo is het. Tot dan en nog een hele fijne wedstrijd. Dank je wel. Dit is Trudo FM. Trudo FM.